Bang en slapen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wasje! Pure. Ja, disco muziek! Dit is een paraat. Dus dat is allemaal hele kleine groefjes en de bril ze zelfs nog niet. Is wil ze wel een beetje? Jee! Nou, daar zijn we dan eindelijk weer met een nieuwe proef. Het heeft even op zich laten wachten, want er zijn van allerlei dingen tussendoor gekomen. We zijn nog naar de kermis in Remond geweest. Ja, mijn helden. Rick en ik hebben nog een uitstapje gehad. We zijn nog naar een speeltuin in Hingen geweest. Moederdag staat er nog bij. Pas de laatste tijd was het ook erg warm, maar dat we eigenlijk liever zin hadden om te zwemmen in het badje. Afkoelen! We zijn nu naar de Efteling geweest. En we zijn nog gewoon zwemmen geweest. Maar goed, wat hadden we de vorige keer ook weer gedaan? We hadden eigenlijk gekeken naar wat elektriciteit eigenlijk was. We hebben gekeken naar statische elektriciteit en naar wat goede geleiders van elektriciteit zijn.
Beneden in de omschrijving zal ik nog een linkje naar die video. Vandaag gaan we een elektromagneet maken. Elektriciteit gebruiken we eigenlijk voor allerlei dingen. Voor licht, voor machines te laten draaien, voor warmte te creëren. En nog een leuk klein weetje. Twee Britse wetenschappers, Sir William Ramsay en Maurice Ray Travers, die ontdekten in 1898... Hey, 1898, de baron. Dat er neon in de atmosfeer zat. Je kent het wel, die lichtbuizen, vooral voor reclames en dergelijke. Nou, dus als daar elektriciteit doorheen stroomt, dan gaat die stof, die gaat dan juist licht geven. Ja, dat neongas begint dus fel te gloeien zodra dat er elektriciteit doorheen stroomt. Maar vandaag gaan we dus kijken naar elektriciteit en magnetisme. Elektriciteit creëert eigenlijk om een koperdraad heen je magnetisch veld. Maar zodra dat er geen elektriciteit meer is, dan is het magnetisch veld ook gelijk weg. En nu gaan we dus testen om zelf een elektromagneet te maken. Weliswaar een kleintje natuurlijk. Een elektromagneet gebruiken ze ook vaker op autosloperijen. Maar wij gaan hem op klein schaal natuurlijk maken, want het moet wel ook een beetje veilig blijven. Wat hebben we onder andere voor nodig? Batterijen. Een batterijenhoudertje, aansluitingen, een ijzeren spijker, koperdraad met omhulsel nodig. Een verzetje paperclips, die gaan we dus optillen. In eerste instantie knippen we hier een stuk draad af. Die gaan we om de spijker heen wikkelen. Weer te zo heet. Dan moet je aan de plastic. Ja. Oh, het wordt dus al heet. We hebben hem net pas aangesloten. Maar nu zou er dus magneten aan moeten plakken. Ja, aan de spijker. Kijk eens. Onze elektromagneet. Ja, wacht. Hier, wacht. Kom eens hier. Alles goed. Oh, hij gaat wel. Hij is aan de zware kant, maar wacht. Wow, daar komt er ook ja, af. Ik doe even, het begint al een beetje te roken. Zo. Is dat heet? Ja, kijk, zie je, dat is al gesmolten. Waar is gesmolten? Hier. Kijk, hè? Ja, hier. Het werk is door de plastic geduwd. Gesmolten. Zoals je dus zag, pas er wel mee op als je er mee aan de slag gaat. Hij is nog steeds warm. Een elektromagneet verbruikt heel veel energie, waardoor dat de batterijen dus goed warm kunnen worden. Dat hebben we dus wel gezien. Zelfs mijn batterijhoudertje was al een beetje aan het smelten. Zoals je zag, het experiment is geslaagd, maar ga je er zelf mee aan de slag. Let dan alsjeblieft op, een elektromagneet verbruikt heel veel energie, waardoor dus, ja, zoals we dus al merkten, de batterijen kunnen dus goed warm worden. Ik weet niet of je het kan zien, maar het was al aan het smelten. Maar zo werkt dus een elektromagneet. Maar is Lennon is weer even spelen. We hebben het experimentje gehad. Dan vindt hij het leuk om weer te gaan spelen, dus laten we gewoon lekker spelen. Is elektriciteit nou eigenlijk veilig? Als je er goed mee omgaat, is elektriciteit gewoon veilig. Een batterij is niet zo heel erg, er staat maar hele lage spanning op, het is heel lage voltages. Daar kun je gerust aankomen. Maar blijf alsjeblieft met je vingers af van een hoogspanningsmast of thuis van het elektrische netwerk. Want dat kan dus echt dodelijk zijn. Maar als je dus meer wilt weten over elektriciteit en je wilt toch mee aan de slag gaan, wees dan alsjeblieft veilig in de handelingen wat je doet om te voorkomen dat je bijvoorbeeld een elektrische schok krijgt. Want je kunt er ook... Je kunt het ervaren als een paar tintelingen die door je lichaam gaan of in je hand hebben. Maar je kunt er ook lelijke brandwonden van krijgen of zelfs dood aan gaan. Dus het is wel heel belangrijk om te weten hoe je met stroom om moet gaan. Dus knoop dat goed in je oren.
kabels van een hoogspanningsmast die zijn niet geïsoleerd. Daarom hangen ze ook hoog boven de grond. Dus klim nooit in een hoogspanningsmast of in een elektriciteitspaal. Of zelfs in een boom die in de buurt van een elektriciteitspaal of mast staat. En let dus ook alsjeblieft op met vliegeren. Vlieg er nooit in de buurt van een hoogspanningsmast. Want de stroom, als de vlieger de kabel aanraakt, kan het via het touw kan het naar je toe glijden en krijg je dus een zware schok. We zijn de statische bol nu, hè? TikTok is in de Tesla kop, hè?